Dus we hebben een Moonstone en een Sunstone. Helaas evolueren die Eevee niet in een Espeon of in een Umbreon. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play. Paper Mario met 1000 hier door. Ik ga gewoon even lopen, want het is hier stil. In de vorige aflevering, zoals ik al zei, hebben we de Moonstone en de Sunstone te pakken gekregen. En gaan we dus kijken of we dus een... opening kunnen creëren, zodat wij naar het kasteel toe kunnen waar waarschijnlijk Hoogtail zou zijn. Oké, die duurde iets langer dan verwacht. Maar goed, we zijn dus onderweg weer terug naar Peterborough Village om daar even weer terug te komen. En daar hebben we de steen en... weer een battle! Ach ja, waarom ook niet? Weet je wel, ik hoorde gewoon heel eventjes een battle in om even te vertellen wat er in de vorige aflevering is gedaan. We hebben een quiz gedaan, we hebben een Mario Kart geluidje gehoord en... waarschijnlijk gaan we hier heel eventjes pijn krijgen in verband met... dit kunnen we niet in één beurt gaan doen. Nou ja, aan de andere kant, we hebben kans op een bingo. Stylish! Bingo van stylish. Nou ja, deze bingo die zou heel erg zinloos zijn, dus dan heb ik hem toch niet. Nou ja, het zou voor een publiek werken. Koombella, je bent slechte superguarden. Shame on you. Nou ja, dan noemen we heel even de hamer en hebben we deze ook weer gehad. Maar goed, in ieder geval. De reden waarom we terug willen naar Peterborough, dat is tevens weg, want we moeten weer helemaal terug naar het begin. Ik weet niet, Paper Mario 1000 door. Het is mijn favoriete Paper Mario. Begrijp me niet verkeerd. Het enige wat ik wel jammer vind van deze Paper Mario. Ik denk trouwens dat heel veel Paper Mario's dat hebben. Is dat je zo vaak op en neer moet. Zit hier trouwens een. Ik heb er meer vorige keer naar gekeken. Dus het is wel belangrijk dat ik dat natuurlijk wel doe. Maar dat vind ik zelf wel een beetje nadeel, dat je zo vaak op en neer moet gaan lopen. Dus, nou ja, het is een RPG, dus natuurlijk, wat zou je verwachten? Vooruit dan, ik wil levels up. Ik heb er zo'n hekel aan als ik het niet in één beurt kan doen. Het duurt allemaal weer zo lang. Nou ja, maakt niks over. Vooruit dan! 2 muntjes! En natuurlijk 4 star points, maar het gaat om die star points. Ik bedoel, serieus, die levels up zijn belangrijk. En er komt dadelijk een badge en... ja, die badge is een van de meest overpowered badges in het hele spel... en daarom vind ik het ook zo leuk om te mogen gebruiken. Ah, ik krijg een hamer op je hoofd. Er ligt er daarachter weer ook eentje. En er ligt een FP en die wil ik doorgaan hebben. Ik serieus zoveel battles. En dat zijn constant dezelfde die ik neer moet gaan halen. Maar ja, het grappige is wel, dan krijg je je levels mee. Yay. Alleen een beetje variatie zou niet fout zijn. Oké, in het begin heb je heel weinig variatie helaas. Maar het maakt niet zo uit. Goomba. Die een Goomba neermapt. Wat vriendelijk. Of toen vind ik het wel belangrijk om even Juist. Oké, we hebben er weinig aan, maar ik bedoel serieus, voor het publiek is altijd leuk. Ik bedoel, het is af en toe wel leuk om zo'n battle erin te gooien, waarom niet? Hallo, your star power is full! Yay, maar dat was je al. Ja, gelukkig zijn alle doodblij. Er is één Goomba. Oh, nou is je wel blij. Ik wou wel zeggen, er was één Goomba en er stond rechts erbij van, meh, een saai show, meh. Je kunt het een beetje vergelijken met YouTube. Jee, ik heb al 50 kijkers. Weet ik veel. Heel slecht. Vraag me niet waarom ik dat zei. Oké, als jij niet naar beneden... nou, hebben we ook weer gehad. Ik moet wel zeggen dat het wel grappig is. Dan heb je 50 en dan bij je volgende battle. Dan heb je er weer 31 of zo. Dus ja, het is echt... het is battle gerelateerd. Tenminste, dat denk ik. Daar ga ik vanuit. Als het goed is... ja hoor, daar zijn we weer. Hoi, weer terug in deze village. Nou, we kunnen nog steeds heel weinig in deze village doen... ik bedoel, ja, we zouden... ja, die badge, hè. Die badge die je hier ziet, hè. Die zit ons zo te taunten. We kunnen hem gewoon niet krijgen. Zo vleem. Ah ja, dat smiley ding wat je erbij ziet. Dat gele smiley gezichtje. Dat wil zeggen tot het voor een... ja, voor een... voor je party member is. Dus, ben je nog steeds zo, nog steeds hetzelfde? Ja, nog steeds hetzelfde. We hebben geheugenverlies. We weten niet meer dat we met jou gepraat hebben. Jij bent nog steeds het een aan het promoten, maar jij hebt ook al gepraat. Het zijn niet echt... Wacht eventjes, voordat we verder gaan. Misschien zijn er een paar items die ik heel eventjes kan storen. Want een incubon die gebruik ik niet. Mysterie is altijd handig. Mushrooms is altijd handig om bij je te hebben. Maar ja, die itemcoupon... nee, want dat heb ik eigenlijk nog niet uitgelegd. Je kunt dus bij hun... nee, ik wil niet kopen. Je kunt dus bij hun... kun je ook storen. Je kunt 32 items kun je storen. Dus heb je eventjes een beetje... ja, ruimte nodig in je inventory. Ja, krijg ook een mushroom. Ik bedoel, is dat nou niet heel erg creepy tot een dood? Wat praktisch gezegd een mushroom is. Dat hij een mushroom krijgt. Eten hun ook mushrooms? Eten hun dan niet hun... ik ga er te diep op in. Dat moet ik gewoon niet doen. Maar goed, in ieder geval, we gaan er weer van tussen. Excuse me. Oh. Hey, Koops, hoe gaat-ie?
It's Mario, right? Look, I, see, the thing is, I've been waiting here in the hope of getting to speak with you. I have to ask you something, and you can say no, but I'm going to throw it out here. Okay, bedoel maar. See, I was wondering, would you... Oh, please take me with you to fight Hooktail, please, I'm begging you. Sorry about that. My dad, he went up to battle Hooktail a long time ago, but he never came back. Aww. I miss him, of course. I miss him badly. But this isn't about avenging my dad. Well, no, that's not true. Revenge is a part of it, I guess. A big part. But the truth is, I want to finish what dad started. For his sake. For everybody's sake. I... Man, this is embarrassing. See, everyone always says I'm a crybaby. A weakling. But if I can defeat Hooktail, well, I won't be those things. I'll be strong, like my dad. I assume. I know it's dangerous, but I still want to go. Please, Mario. Nope. Ik weet niet. Ik kan niet zo krul zijn. Hij wilde naartoe om zijn vader te wreken en op avontuur te gaan, maar hij is te bang om alleen te gaan en wij gaan er toch toevallig naartoe. Ik kan niet gemeen tegen hem zijn. Sorry jongens, als jullie gemeen tegen hem willen zijn, start je eigen playthrough en zeg even no tegen hem. Maar ik kan dat gewoon niet doen, dus... Koops, kom erbij jongen. Plus je stem is grappig. For real, no kidding. Because everybody kids a lot. Yes, thank you so much. You won't regret this. En dat zorgt ervoor dat we Koops als... een nieuwe partymember krijgen. Nou, Koops die heeft in tegenstelling tot Gombella, want Gombella is niet heel erg handig, heeft een hele handige ability. Koops kunnen we namelijk wegschieten met de X-knop. En als we X vasthouden, tenminste dat wil ik nu eventjes, dank je. Als we X vast zouden houden, dan kunnen wij hem op zijn plek laten staan. Kunnen we rustig even nog rondlopen en zo kunnen we verschillende puzzels oplossen. Nou hebben wij een badge ergens gezien, die wij dus mee te pakken kunnen krijgen. En die badge die konden we, nou ja, die konden we niet pakken krijgen, want die was out of our reach. En... Koops ability kunnen we dus gebruiken als een soort van boomerang om dus items die op een afstandje liggen, om die dus ook te kunnen pakken. Maar nou ben ik heel erg nieuwsgierig. Oh shit, waar had ik jou ook alweer een stem gegeven? Koops! Ik was vergeten van een stem. Oh Kali, hi. Hi Koopie. Koopie Koop. Did you overhear all that? I did part of it, Koops. I thought I heard you say you're off to fight Hooktail. But you're joking, right? I mean, you're not exactly a powerhouse. He'll eat you up. I know, Koopie Koop. But I want to be tougher for you. So I have to do this. No, Koops, you don't. I mean, going off to some dangerous place? It's stupid. So, what if you're timed? That's sort of a crybaby. I don't care about all that. I just want you to be you, so don't go. Please don't go. Please don't go. Okay, sorry. Sorry, Koopie Koop. I've made up my mind. I'm going, so don't need to worry though. After all, I'm traveling with Mario. He's the man with the moustache. Fine! Ignore me. Okay, sorry, that passed me. Stop him, Koopa! I'm sorry, Koopie Koop. I swear to you, I will come back to you as a stronger Koopa. Well, Mario, that's that, I guess. No turning back. Hooktail's castle awaits. Nou, het punt is... Oké, het kost geen damage. Maar ze voelen mij aan. Hammer time. Nee, er is heel even iets anders wat ik heel eventjes wil checken. Aangezien dat we nu een nieuwe partymember hebben, zal dus sommige NPC's kunnen dus bijvoorbeeld anders reageren. Vergeet niet, onze Frans Joze die hier stond, die reageerde heel erg romantisch naar Gombella toe. Maar daar hebben we Koops naast ons staan. Hoe zou dat werken? Ah, bonjour, monsieur Moustache. Tell me, where is your adorable companion? Yes, yes. You know the one, Mademoiselle Goomba. I cannot forget the limpid pools of those eyes. The sunset glows of her ponytail. Dude, er is iets mis met jou. Serieus. Wat de actuele neus. Foei. Shame. Goed,
Terug eventjes naar het spel. Wat ik al... Audio commentaar, kan ik het doen? Ja, natuurlijk. Wat ik al eventjes jullie wil laten zien, is je kunt kops gebruiken voor een first strike. Op het moment dat je dat doet, zul je dan ook gelijk de first strike aanval doen. Hartstikke handig, hoeft er weinig voor te doen, doet gelijk 2 damage, superleuk. Dit kan een probleempje worden. Nou ja, eigenlijk niet. Ik wou eigenlijk MP gaan gebruiken, maar dat is absoluut niet nodig in verband met we kunnen het op goede volgorde gaan doen. Nee, dat kunnen we nou niet. Je kunt de Shell Toss aanval doen en de Shell Toss dit is eigenlijk wat we dus net zagen. Maar ik wil nu de Power Shell gaan doen. De Power Shell die raakt alle vijanden die op de grond zitten in één klap. En je wilt het gewoon goed doen. Tot nu. En daar hebben we de Stylish. Ik weet niet. Sommige Stylish zitten gewoon goed uit mijn hoofd. En we zitten bijna op een level up. Yay. Trouwens, jullie zijn trouwens geweldig. Ik heb een paar comments gelezen. Ik bedoel, de eerste 4 parts. Nou, die zijn natuurlijk nou op. En ik ben nou met een nieuwe opnamesessie daarvoor bezig. Want ja, work! Ik moest heel veel werken. Jammer genoeg. Maar jullie reacties, die zijn echt... Ik vind het zo leuk om gewoon... Hier, heb een schel tegen je gezicht aan. Wacht even, daar zit ook een stylish move in. Waarom doe ik die stylish daar niet? Koeps, doe je stylish. Oh ja, dit is trouwens een gewone aanval. Dan moet je... Kijk, daar hebben we. Dubbel de stylish. Yay. Maar jullie reacties zijn geweldig. Sowieso krijg ik heel veel complimenten over de stemmetjes die ik gedaan heb. Die ik de karakters heb gegeven. En ja, ik weet dat het ondertussen een trend is dat ik vrouwenstemmen heel erg vaak verander. Er is wel een vrouwelijk karakter waar ik een vaste stem voor ga krijgen. Maar ja, dat zullen jullie dan dadelijk wel zien. En dit is eigenlijk best wel interessant. Ik wou eigenlijk deze battle wegknippen, maar... Dit gaan we... Ja, trouwens, ik zou een Fireflower kunnen gebruiken. Heb ik nog Fireflower? Nee. Oké, dan doen we het anders. Olé! 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 Ik bedoel, er zijn genoeg manieren om dus alles toch in één klap neer te kunnen halen. Zeker nu met Koops erbij. Yay! Maar nogmaals, ik wil jullie complimenteren over jullie... complimenten. Jullie complimenteren over... Jullie snappen wat ik bedoel. Ik bedoel serieus. Jullie reacties zijn geweldig geweest tot nu toe. Jullie vinden de Let's Play helemaal geweldig. Jullie vinden de stemmetjes geweldig. Hoe dat ik 300 verschillende stemmen... Ik weet niet, HP heb ik niet echt nodig. Er komt ook een hele handige badge aan. Nou ja, weet je waar. We hebben 1 keer FP gedaan. We hebben 1 keer BP gedaan. Dus laten we voor de zekerheid 1 keer AP doen. Vooruit dan. Goed. Maar ja, vrouwelijke stemmen die veranderen. Er is een stem die erop zit te komen. En die denk ik wel vast te kunnen houden. Maar ja, op dit moment heb ik zoiets van... Ja, we moeten er iets. In ieder geval. We hebben de Happy Heart. Slowly and automatically restores HP during battle. Yay! Nou, het grappige van die badges. We hebben 3 badges geëquipt. We hebben nog 3 punten over. Happy Heart, ik ben er zelf niet zo'n fan van. Maar ja, als je hem kan gebruiken, dan gebruik je hem gewoon. Plus, het is een gratis badge. Dus gewoon gebruiken, waarom niet? Dus maar ja, inderdaad, Combella stem die verandert 300 keer en dat zullen jullie nog vaak zat horen. En we krijgen weer heel erg veel van die soort. Dus zoals jullie zien, F-points, die gaan we nu best wel veel gebruiken. Dus misschien had ik eigenlijk in plaats van HP toch voor de FP-points kunnen gaan in verband met... Koops is heel erg handig om te gebruiken, laten we heel eerlijk wezen. Ik bedoel, die aanval die hij gebruikt is super handig en die wil je ook zoveel mogelijk gebruiken. In ieder geval, we hebben de Moonstone en we hebben de Sunstone, dus laten we die magie al eventjes inplaatsen. En... It's a secret to everybody. We krijgen een scramble op de muur. Here beginneth the path to the Red Cocktail Castle. Weaklings, retreat it. Ye who seek it, the to proceed. A power of two must hit it. Both switches simultaneously. Addendum. If ye are Petable Koopa Huzzah, you can hold... Ja, je hoeft geen tutorial te geven. Ik bedoel, serieus, dat hadden we al door. Wat we willen doen is inderdaad wat die steen zegt. Je wil dus... Oeps. Hoe dan ga je dit volhouden? 6.5 hours later. Ja. Sorry, ik moest er heel even een grapje van maken. Maar goed, we willen ze dus allebei tegelijkertijd kunnen. Dus op het moment dat ik hier op spring, laat ik X los. En raken we alles tegelijkertijd. Verbrokkelt er nog aan toe.
Eigenlijk best wel grappig hoe dat er dan in één keer spontaan een warpipe in de achtergrond van... nee, spoilers, dat daar een warpipe zou zijn. Dan vraag ik mij af als we nou naar links gaan. Zou daar inderdaad ook nou nog een starpiece of iets liggen? Want ik wil zeggen, het is op de achtergrond. Dus misschien ligt er wel iets. Total waste of time. Eigenlijk best wel jammer dat je je partner niet ziet op de achtergrond. Omdat ik zal er helemaal op kunnen inzoomen en alles. En ja, misschien dan net alsof dat het achtergrond is. Maar dat ziet er zo pixelig uit. Editor, doe me niet. Zoom er weer uit. En zoals sommigen van jullie hebben gezien, ja, ik ben er editgrapjes in aan het gooien. Ik wil in deze serie toch wel een paar editgrapjes erin gooien. Ja, 3 FP ben ik me kwijt, hè. Nah, dat is niet waard. Ik bedoel, we kunnen hier altijd nog terugkomen, dus dat is niet nodig. En save blocks, ik heb het jullie al verteld. Save blocks, die gaan we pas, die doe ik lekker tussen de afleveringen door. En... hoi. Oh man, Hooktail's Castle. The story is moral true. This place is terrifying. Serieus, dit is een deur. Koeps, je bent bang voor een deur. Het is maar een deur. Wat we kunnen... hier, zie je? Brug is kapot. Kunnen er nog niet eens naartoe. Weet je wat? Jij kan er naartoe. Jij blijft daar hangen. En ik ga gewoon mooi naar huis toe. Nee? Het was te proberen. Koeps is bang voor alles. Sheesh. Ah ja, we willen dus hier naar boven toe. En als we hier naar boven toe gaan, dan komen we dus hier er gelijk achter. Tot hier een plateautje zit, waardoor dat we in een vliegtuigje kunnen veranderen. Ik vind het eigenlijk best wel grappig hoe dat Koeps dat accepteert zonder enige vraag of iets van... Mario, je weet dat... oh, oeps. Zoals je daaronder ziet, daaronder zie je een badge liggen. En die badge, ja, ik wil hem eigenlijk best wel meenemen. Want dat is best wel een handige badge. Wat je wil doen, is je wil gewoon hier naar beneden springen. Dan kunnen we zo hier... boep! Die badge meenemen. Dit is een HP+. Op het moment dat jij een badge point nodig hebt en je denkt bij je van... ja, ik heb niet echt zoveel HP nodig. Dan zou je dus je HP kunnen increasen met een badge. En dat increase je badge point, of ja, je HP met 5 punten. Dus eigenlijk zou ik nu altijd kunnen zeggen van... ik skip gewoon een HP en ik geef er extra BP voor. Omdat het is eigenlijk praktisch... de badge points die je anders zou krijgen voor een HP upgrade... 3 stuks. Gebruik je dan... Ken ik hem raken? Oh, I'm slightly... ah, kom op, ik was nog in midair. Ik wil gewoon lekker hoog tegen die deur aan putsen. Maar... in ieder geval, ja, je krijgt 3 badge points. Kost het om zo'n ding te gebruiken. Hoi. Creepy. Hoor jij nou niet heel erg bang te zijn omdat daar een lijk ligt? Ik bedoel, serieus, je was al bang voor een deur. Maar goed, ik zal de badge heel eventjes laten zien. Zoals je kan zien, HP+, geeft 5 HP extra, kost 3 badge points. Dus ja, het is eigenlijk gewoon een level. Snijkvogels. Damn. Dit kan een probleem worden. Ik heb ze nog niet getaddeld en ik wil ze eigenlijk doorgaan gaan taddelen. Maar het zijn er 3. Is er een manier waarop dat ik... ja, ik denk dat ik er al een manier weet. Ik doe de multibounce. Ik bedoel, eentje heeft een item en ik wil echt niet dat ze die item gaan gebruiken. Dus laat ik de mijne maar gebruiken voordat die van hun tot hun hem gebruiken. Jee. Ja, ze zijn nog geen paragoomers meer, dus daarvoor zien wij inderdaad HP. Ja, doe maar multibounce, dat scheelt weer 1 FP meer. Olé, hola, holo. Ah, dat was even onverwachts. Dus, oh, en we krijgen de powerblok terug. Nice. Ik moet zeggen trouwens, deze muziek is best wel creepy. Hier, luister naar deze muziek. Ik zei luister naar de muziek! Waarom moet jij mij storen? Dat mag niet meer gebeuren. Oké. Ik laat deze battle trouwens gewoon toch even zien. Laten we wel eventjes onze partner heel eventjes swappen, want dan kunnen we toch heel eventjes taddelen. Het beste eigenlijk dat je dit doet is eigenlijk voordat je de battle ingaat, maar goed. Ja, het is een Koopa Paratrooper. Nou, het is gewoon een Koopa met vleugels. Heeft evenveel HP, heeft evenveel defense, bla bla bla, maar het kan vliegen. En, oh nee. Dit kan een probleempje worden. Nou ja, gelukkig hebben we die HP-dinges.
aanvallen kunnen missen. Daar ben ik eigenlijk niet echt blij mee. Nou ja, jij leeft natuurlijk rond, dus... kunnen! Het is een kansverhaal! Dank je, Gombella. Ik bedoel, het is een kansverhaal. Laat het dan ook een kansverhaal blijven. Nou ja, het is een kansverhaal, dus... Oh, kom op! Mario, je bent slecht in dit. Oh boy. Ik heb nog niet eens supercard, dus zo slecht ben ik erin. Nou ja, ze liggen allebei nou niet op hun rug. Dus het liefst zou ik eigenlijk een regeneration... ja, de star attack willen gebruiken. Maar dat is niet echt heel erg handig nu op het moment. Oké, dan willen we dat zo. En bedoel, we krijgen nou die bingo. Nou ja, we kregen de kans op een bingo. Ja, laat ik hem maar gewoon even rust gebruiken. Want ze liggen nou toch allebei op hun rug. Dus we hoeven ons eigenlijk niet echt veel zorgen over te maken. En het is handig om onze FP een beetje weer omhoog te krikken. Dus laten we deze maar... gelijk gebruiken door gelijk op een mushroom te schieten. Slim. En daarna vervolgens weer gelijk op een mushroom te schieten. Nou ja, we hebben nou 3 mushrooms gehad. Dus op zijn minst zou er nou geen mushroom meer kunnen vallen. Het enige nadeel is, ik wil zoveel mogelijk FP hebben. Oké, 4, 5, 6. 6 te doen het voor. 6 ben ik tevreden over. Ik bedoel, de HP, dat boeit niet echt zoveel. Oké, nou, je blijft even lekker liggen. Jij gaat neer. Stylish! Daar moeten we het nou van hebben in verband met dat onze SP nou op is. Dank je, Shy Guy! Die Shy Guy, die weet dat we dat nodig hadden. Nou ja, eigenlijk niet, maar... ik moet zeggen, ik vind het wel grappig. Hij is dizzy, ligt op de grond en zijn zonnebril die ligt dan ook nog eens een keer voor Pampers. Ah, arme Koopa. Dit is een beetje overkill. Shy Guy, ik vind het echt lief dat je wil helpen, maar dit is gewoon een beetje overkill. Ja. Nou ja, in ieder geval krijgen we een... Nee, ik wou nog wel eventjes naar van mijn partner wisselen. Daar, Superguard. En dit kan een heel groot probleem worden, want we zien weer een Koopa met een powerblock. Oh, dit gaat fout. Normaal gesproken zou ik sommige battles eruit knippen, maar we worden nu zo overladen door vijanden. Oké, kom maar. Superguard, nice. En... ja, jij kan hem dan gelukkig niet gebruiken. Ja, ik denk dat we met Gombella dit ook wel kunnen doen. Het is niet dat je party members experience krijgen. Dus daar hoeven we op het moment eigenlijk ook niet echt zorgen over te maken. Dus ken ik zo ook swappen? Ik ken zo ook swappen. Goed zo, Koops is weer terug. Oh, en die achterste die is alweer over. Oh, die staat alweer. Dat is niet handig. Ga liggen. Oké, nou Koops, jij doet gewoon je supercell aanval voordat hij het middelste dan ook weer op komt te staan. Dus dan raken we ze allemaal. Poep, poep, poep. Dan zien we ook gelijk die ene defense van de Koopa die dus op het moment staat. Auw. Als ik die al had gesuperguard, dan had hij nog maar 1 AP gehad. En dan hadden we dit niet zo langdradig hoeven te doen. Maar goed. In ieder geval, hij is neer. Kijk, nou heeft hij gewoon zijn zonnebril op. Dus die andere die had echt gewoon zo van bla 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 bla. Poink. En ik vergeet Silas te doen. Oeps. Maar ja, balletjes vol. Dat is belangrijk. Maar ja, aan de andere kant, ik zit een beetje zo met een timer, maar ja, we zien allemaal hier deze mooie rode kist liggen. En dit is de overpowerde badge waar ik het over had, de Power Bounce. Oh, die wil ik echt zo graag equippen. Die wil ik equippen. Kost 3. Ik heb er 3. Daarvoor hebben we die. Oké, waarom liggen hier zoveel... Komt er nou eens tot leven? Nee, toch? Ik bedoel, serieus, dan moet ik snel even swappen naar Goombella om te taddelen. Hier eentje tot leven? Komt er hier niet zo? Oh. Hoi, Koops. Oh. Oh, no. Wat is er, Koops? These bones. They remind me of my father. There's no doubt about it. This is my father. Dad! Aww. Wait. What is this? Mario, my father's clutching some kind of leather. Or at least his bones are. So, what should I do? Should I read it? Ja, waarom ook niet? Okay, I can do this. I'll read it. I came to this castle to destroy Hooktail, but I am stuck and can go no further. So in this letter I shall note Hooktail's weakness for those who follow.
The Dreadhook Tail cannot tolerate creatures that begin with Kr and end with Ikit. Hidden somewhere in this castle is an item related to Hooktail's weakness. If one is to have any hope of defeating Hooktail, one must first find that item. One last thing, if faced with ultimate doom, the fiend will use any trick to save itself. If you hope to defeat it, do not give in your kinder nature and fall for its tricks. Alas, I do not have the strength to continue writing. Already mist fills my eyes. My last words go to my son Colorado. I love you, and I'm proud of who you become. Wait. My son Colorado, not Coops? Oops. Yeah, I guess this isn't my father after all. But if this isn't my father, I wonder if that pile of bones over there is my dad. Jij bent gewoon een grote drama queen, jij Coops. Sheesh. Ah, we zien daarachter in ieder geval een sleutel liggen. En als ik me niet vergis, willen we heel eventjes zien wie hier een red draaibones daar liggen. Die draaibones, die bewaren we voor de volgende aflevering. Ik bedoel serieus, we zitten weer 25 afleveringen in deze minuut. Ik zei het weer. Hij is weer terug, die grap van de 25 minuten. Jullie snappen me wel. Sorry. In ieder geval, ik dank jullie voor het kijken. Heb je een leuk momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties. Als je daar tijd voor hebt, laat een like achter. Zoals Mario heel vaak heeft gedaan. Als je daar natuurlijk ook de tijd voor hebt. Want ja, Mario geeft een goede voorbeeld. Mario moet je volgen. Toch? Hé? Like? Ja? Ja? Sorry. In ieder geval, bedankt voor het kijken. En ik hoop jullie allemaal weer te zien bij een volgende video. Dus, tot dan. Doei!